Mijn naam is Tony van Dijk, ik ben 24 jaar oud, vecht voor Combat Brothers. En aanstaande zaterdag 20 maart zal ik het bij GMC gaan opnemen tegen Hojat Kajavand op een catchweight van 88 kilo. Ja, mij gaat op zich prima. We kunnen een beetje blijven trainen. Het is natuurlijk roeien met de riemen die we hebben. We mogen natuurlijk niet in de gym trainen op dit moment. Het is een vervelende tijd voor iedereen, zo ook voor onze vechters. Maar we proberen zo creatief mogelijk verder te gaan, want stilstaan is geen optie. En vooral niet als je professioneel bent. Dus we trainen heel veel één op één bij hem of bij mij thuis. Gaan we gewoon in de tuin even knallen. We proberen gewoon alle facetten van MMA te blijven ontwikkelen. Daarnaast gewoon cardio training, we gaan gewoon door. Dat kan buiten gelukkig. Dus er zijn genoeg alternatieven. Misschien niet de beste opties, maar we gaan gewoon door. Ja, die partij was niet, zat ik niet heel goed in mijn, tenminste van tevoren zat ik op zich wel redelijk goed in mijn vel. Alleen tijdens de partij zelf, het kwam er gewoon niet lekker uit. Ik voelde me eigenlijk heel erg zwaar. Ik heb me tijdens de warming-up een klein beetje leeggeslagen, net even iets te hard. Verder geen excuses, Maarten die is gewoon, gewoon een supergoeie vechter. Die heeft het ook goed aangepakt. Heeft goed gedaan. Ja, wat ik al zeg, ik zal hem ook graag nog een keertje in de kooi ontmoeten. Dus Maarten, bij deze. Nou, niet per se dat ik anders ben gaan trainen. Het was wel meer gewoon mijn eigen mindset. Dat ik anders moest gaan aanpakken. Ik moet meer de controle, meer het overzicht bewaren in de partij. Dat is iets wat ik tijdens trainingen wel gewoon goed doe. Maar in de partij is het vaak te graag iets willen laten zien. En ik moet gewoon daar een klein stapje in terugnemen. En dan zal het allemaal wel goed moeten gaan komen. Ik vind dat hij zich heel erg ontwikkeld heeft als persoon. Ook los van vechter. En ik denk dat dat uiteindelijk vertaalt hoe je bent als persoon naar de vechter toe. Ik zie echt dat hij gegroeid is, een stuk volwassener, nog steeds aan het worden is, sterker mentaal. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is binnen MMA. Dus al met al positief en ook gewoon qua skills. Hij is gewoon nog steeds altijd scherp, is altijd, nog altijd in ontwikkeling. Je kan in deze sport niet snel uitgeleerd raken, maar het gaat de goede kant op, zeker. Vorige week, woensdag, heb ik het te horen gekregen van joh, 20 maart kan je gaan knokken. Ja, het is niet echt de fightcamp. Ja, ik weet wie die jongen is, ik weet dat hij 3-2 staat. Ja, het is, niemand is slecht op dit niveau. Nou ja, er valt niet zoveel op hem te voor te bereiden. Er is ook gewoon veel te korte tijd voor. Gewoon vooral een wat agressievere jongen die graag naar de grond toe gaat en met ground and pound wilt werken. Ja, dan scheelt het dat ik bij Combat Brothers zit, dat hier wel aardig goede grondvechters zitten. Dus daar heb ik ook wel mijn stappen in gemaakt. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Ik heb vandaag te horen gekregen dat mijn tegenstander blijkbaar koorts heeft. Dus 80% kans dat de partij niet door zou gaan. Morgen hoor ik het 100%. Ik vind het persoonlijk een beetje raar, want we hebben vorige week woensdag al te horen gegeven oké, de partij gaat plaatsvinden. Inderdaad, Lizzie, die horen we ook dat hij een short notice partij heeft aangenomen, die staat gelijk overal online. Voor mij, mijn partij is vorige week woensdag doorgekregen dat hij door zou gaan. Nou, als deze partij niet doorgaat en hij heeft inderdaad koorts, nogmaals, dan wens ik hem heel veel beterschap. En dan verwacht ik gewoon dat hij zegt van nou oké, deze partij kunnen we niet, maar GMC heeft volgende maand weer een gala. Dus dan ga ik gewoon vanuit over volgende maand elkaar in de kooi zullen treffen. Is dat niet zo, dan ik heb nog steeds, ik mag het niet zeggen, maar ik mag die jongen heel erg graag, maar ik zal nog steeds heel erg graag tegen Maarten Wouters een rematch willen. Dus, maar goed, wat ik al zeg, dat is ook echt gewoon, geen bad blood wat dat betreft, maar ik heb daar gewoon iets recht te zetten. Maar goed, dat weet je zelf ook, ik kom ook al vaker tegen hem gezegd, dus dat zit al wel. Wat je kan verwachten van Tony is een Tony die mentaal veel scherper is, met zijn kopje erbij is. En qua skills, ik denk dat hij op sommige vlakken een stuk beter is geworden. Zijn sterkte is nog sterker heeft gemaakt, maar zijn zwakte is ook aan het verbeteren is. Daar ga ik niet al te veel over verklappen, dan mogen jullie dit weekend even zelf oordelen. Ik ben nog steeds gewoon iemand die wil knallen in de partij. Ik wil wel gewoon, het blijft een entertainment sport, ik blijf het ook nog steeds doen. Alleen wel met meer controle. Dus dat sowieso, ik zal iets meer overzicht gaan bewaren. Misschien iets minder snelle start dan dat je van mij gewend bent. Meer controle, maar wel nog steeds veel spektakel, hoop ik dat ik kan geven.